Helene Pollende werkte bijna 10 jaar bij TEER. Nu werkt ze bij Stichting HIP, Hulp in Praktijk. Deze organisatie brengt in meer dan 30 plaatsen in Nederland hulpvraag en hulpaanbod samen. Love thy neighbor is makkelijk als het om je vrienden gaat. Maar hoe doe je dat met mensen waar je liever met een grote boog omheen loopt? Helene waagde zich eraan om op een dag de straatkrantverkoopster op de koffie te vragen. En dat had bijzondere gevolgen. Helene spreekt vandaag over de liefde is niet grof. Hoe vinden jullie dat eigenlijk? To love thy neighbor. Misschien niet heel moeilijk als het om vrienden gaat. Maar hoe zit het eigenlijk met mensen waar we eigenlijk het liefst met een grote boog omheen lopen? Mijn verhaal begint bij de ingang van de Lidl in mijn woonplaats, waar ik meestal mijn boodschappen doe. En voor die ingang stond altijd een straatkrantverkoopster. En ik groette deze vrouw altijd vriendelijk en ik gaf haar af en toe wat geld. Maar op een dag ging dat toch wringen. Ik dacht, die vrouw heeft behoefte aan meer dan geld. Die vrouw heeft behoefte om gezien te worden. Dus ik dacht, als ik haar nou eens uitnodig voor een kopje koffie. Dus op een dag heb ik al mijn moed bij elkaar verzameld. Ja, dat wel. Ben ik op haar afgestapt en ben een praatje begonnen. Nou, dat ging nog niet zo simpel. Ze sprak geen Nederlands. Ze sprak geen Engels. Wel Roemeens, maar dat spreek ik dan weer niet. Toch kwam ik erachter dat ze Maria heette en dat ze dus uit Roemenië komt. Toen heb ik een briefje uit mijn tas gepakt en mijn naam erop... Nee, ik vergeet één ding. Ik heb haar toen, omdat ze dus alleen Roemeens sprak, heb ik haar dan maar met handgebaren duidelijk gemaakt dat ze welkom is voor een kopje koffie. En ze knikte, ja, dat wil ik wel. Toen heb ik een briefje uit mijn tas gepakt en heb ik mijn naam opgeschreven, mijn adres en mijn telefoonnummer. Geen idee wat er zou volgen. Diezelfde middag gaat mijn telefoon. Dat was haar zoon. Hij zei dat zijn moeder graag met mij in contact komt, alleen dat koffiedrinken wat lastig wordt. Want zijn moeder moet elke dag werken. Dus of ze een keer mag komen eten. Nou, prima natuurlijk. Dus voor diezelfde vrijdag maken we om 6 uur 's avonds een afspraak. En verder vroeg hij nog of zijn vrouw, dus de schoondochter van Maria, of die mee mocht komen om te vertalen. En toen werd het vrijdag. Ik was zo benieuwd wat er zou gebeuren. Ik had geen idee. Ik dacht, zouden ze überhaupt komen? En als ze zouden komen, hoe laat zouden ze dan komen? Maar Van Rempel, precies om 6 uur, gaat wel. Dus ik doe open en tot mijn grote verbazing staan daar 6 Roemenen op de stoep. Maria, de schoondochter die mee zou komen om te vertalen. Een andere schoondochter, nog 2 kinderen en nog een meisje wat zij in huis hebben wonen. Ik had de tafel al keurig gedekt. Dus toen heb ik gauw alle borden maar weer opgestapeld en hebben we er een lopend buffetje van gemaakt. Maar wat hebben we een fantastische avond met elkaar gehad. Het was zo leuk om elkaar een beetje beter te leren kennen. En waar ik ook achter kwam die avond, is dat Lily, een van die schoondochters, dat zij ook straatkrantverkoopster is, maar dan bij de Albert Heijn. En nu spoel ik omwille van de tijd de band even een paar jaar door. Want Maria is op een gegeven moment weer teruggegaan naar Roemenië. Maar Lily, die toen nog straatkrantverkoopster was, is dat nu niet meer. Want ze heeft verschillende schoonmaakadressen in ons dorp. En het mooie is dat zij nu niet degene is die altijd anderen moet bedanken, maar dat wij nu haar bedanken. En ik heb haar ook echt zien groeien van een vrouw die langs de kant van de weg stond, tot een trotse, zelfbewuste vrouw die mij de les leert over hoe ik het beste mijn huishouden aan kan pakken. Het laatste wat ik hierover wil vertellen is dit.
Als Lily bij ons heeft schoongemaakt, dan lopen we altijd samen een stukje op. Ik haal dan de kinderen van school en zij loopt weer naar huis. En laatst zei een moeder van school tegen mij van, joh, ik zie jou nog wel eens lopen met die vrouw. Help jij haar een beetje? Dus ik zeg zo, ook zonder daarbij na te denken, ik zeg nee, ze helpt mij een beetje. En je zag haar kijken van, dit klopt niet. En wees eerlijk, hoe logisch zou het geklonken hebben als ik had gezegd dat ik haar een beetje zou helpen. Maar de werkelijkheid is andersom, zij helpt mij. Juist doordat Lily zo weinig te maken heeft, is ze zo gefocust op de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. En daar kan ik zoveel van leren. Iedere keer weer. Ja, nu zie ik jullie al denken. Moet ik dan nu voortaan ook iedere straatkrantverkoper uitnodigen? Ja, misschien wel. Maar misschien had je ook wel iemand anders in gedachten tijdens mijn verhaal waarvan je dacht, eigenlijk zou ik diegene best eens kunnen uitnodigen. Maar ja, en wat kunnen we veel redenen te bedenken om het niet te doen? Maar vandaag wil ik jullie uitdagen om dit gewoon eens wel te doen. En wie weet, sta jij hier over een paar jaar ook met een mooi verhaal.